Ben je zo'n ver auto? Ja, zeker. Maar ik zal je even naar wat hier. Hier toiletten. Wat kan er nou? Hallo? Hallo? Oh, hallo? Ja. Was het hier auto voor zich? Rustig. Ja, rustig. Ja, rustig. Oh, ja, oh, ja. Kijk, kijk dan. Heel goed. Kijk dan. Ja. Kijk. Ja. Ja, je mag ze nog een beetje, ja, even kijken. Ja, dat is prima. Is dat mooi? Ja, dat is heel mooi. Goed zo, meisje. Maar hier zit die poesje. Ja. Mensen komen een beetje dichterbij. Ja, dit is mooi als we de cirkel wat gesloten houden. Dat is heel fijn. Poesje! Poesje! Heb jij dat poesje gezien? Heel goed. Kom maar wat dichterbij, jongens. Kom maar wat dichterbij. Ga jij maar lekker in het midden staan. Ja, goed. Ja, sluit maar. Ja, ja, we zijn maak er maar een mooie halve cirkel. Ja, mooi halve cirkel. Ze willen voor de veiligheid. Ik snap dat. Poesje, poesje. Kan ik het ook een beetje? Hallo. Wat zit dat poesje nou? Poesje. Wat kruiden. Poesje. Hij zat hier echt door. Hij zit hier. Hey, waar de gasten? Hij zit hier. Wat een gelukkig moment dat jullie juist op dit moment hier zijn. Mag ik zo vrij zijn ons even aan jullie voor te stellen? Wij zijn de charlatans. En als eerste wil ik jullie graag voorstellen aan mijn man Otto. Kom eens hier, kom eens. Kom eens. Otto. Kom nou. Otto. Kom nou. Otto. Ah! Is het? Ah! Mijn man Otto Charlatan. Ja, Otto, wat doe jij toch? Ik zoek dat zwarte katje. Daar zit hij, dat zwarte katje. Nu even niet. Nu even niet. Ongetwijfeld heeft u van mij gehoord. Mijn naam is Virginie Charlatan. Ja. Dr. Anders Magister, hooglerares, Vito Boris, om u te dienen. Ja, oh ja, oh ja. Ja. Ja, zeker, zeker, zeker. En zonder haar zouden we hier nooit beland zijn. Ons orgel Esmeralda. Ja, oh, ja, het orgel Esmeralda. Het is gemaakt door Virginie's bedovergrootvader. Jozef Charlatan. Jozef Charlatan. En nadat hij jarenlang aan het orgel had gewerkt en het eindelijk met trots aan zijn vrouw wilde laten zien, stierf zijn vrouw. Ja, op mysterieuze wijze. Ja, nou sindsdien draagt het orgel haar naam. Esmeralda. Oh. Maar het is geen gewoon orgel. Ze is bezield door mijn bedorgel. Ah! Ja, meiden. Ja, ja. Nee, kom toch. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Met de ritsen van die ronde maan. En fameus in vele landen, de charlatans. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, u vraagt zich natuurlijk af hoe wij hier terecht gekomen zijn. Ja. Nou, Esmeralda, zij heeft ons hierheen geleid. Ja. Op deze plek is mijn bedovergrootvader Jozef, de fameuze dirigent, met zijn gehele orkest verdwenen. Hier achter bij de oude abdij hadden wij ons onderkomen, ons kamp ingericht om uit te zoeken wat er nou precies gebeurd was. En in dat woud hebben wij hun graven gevonden. Ja, een paar dagen geleden gebeurde er iets heel vreemds. Na de zoveelste onrustige nacht werden wij wakker. Het was nog vroeg in de ochtend. Je zag de mist nog in de bomen hangen. De eerste merel moest zijn lied nog beginnen. Ja. Wij stonden op. Wij openden de tent. Onze spullen zijn verdwenen. Maar niet alleen onze spullen. Ook de ezel was weg. Het zwarte katje was verdwenen. Oh, en het ergste van alles. Esmeralda was in geen velden of wegen te bekennen. Was dit het werk van het onnoembaar?
Hij is niet goed. Het was niet goed. We moesten weg. We moesten Esmeralda gaan zoeken. Ja, wij moesten haar gaan zoeken. Wij zochten de hele dag. Wij zochten in het Huiverenwoud. Wij zochten bij de ruïnes van de oude abdij. Maar het was heel laat in de avond. Toen vonden we haar. Ja. Toen hoorden wij iets heel in de verte. Je hoorde het bijna niet. Hoor jij het? Ik geloof het. Ik geloof dat we ze gevonden hebben. Is dit ze? Maar wacht even. Ja, wacht even. We hebben haar gevonden, maar het is niet goed. Hoezo niet? Ik voel het. Iets kwaads heeft haar te pakken. Iets kwaads. Misschien is het wel het werk van het onnoembare. Ja, wacht even, Veertje niet. Wij gaan niet helemaal terug naar dat wolk, begrijp je? Nee, schatje, dat begrijp ik. Nee. Otto had gelijk. Wij konden hier niet blijven. Het was niet veilig. Nee. Wij moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. En dat hebben wij gevonden. In Taverne in Den Zwarte Kat. Oh, dat zwarte katje. Dat zwarte... Otto. In Den Zwarte Kat. Poes. Oh, kat. Ja. Ja. Nou, in Den Zwarte Kat. Ja. Nou ja, we hebben dus wat spullen uit de oude abdij gehaald. Wat meubeltjes om ons nieuwe onderkomen in te richten. Maar... achter die gesloten deur, die vervallen deur, in die gapende duisternis leek het alsof er overal iets in de hoeken verscholen zat. Ja. Het voelde niet veilig, maar ja, we konden niet anders. Nee. We hadden een onderkomen, ja, anders liepen we in het woud. Dus wij besloten hier te blijven. Wij besloten hier te blijven. En daarom, zo zijn wij hier neergestreken op deze... huiveringwekkende plek. Otto. Nou, ja. Otto. Het lijkt alsof er iets kwaads is. En daarom moeten wij ons verweren. Ja, we verweren. Goed. Ah, dank. Hakolonak. Vatan die mochten. An charlatan. Regul die macabre. Het macabre ontwijken wij. Dans de morte. De hoed ons voor de dans der doden. Regul innominabilis. Wat dan? Morte de demonen. Het onbekende niet tegenkomen. Tagot erus demonen. Wij dienen nog het kwaad, nog zijn demonen. Bescherm ons, behoed ons. Doet u maar mee. Kom, doe eens mee, jongeman. U moet uzelf verweren. Ja. Tegen angst. En het kwaad. Tja, ons. Nog een keer. Verweren tegen angst. En het kwaad. Tja, ons. Nu kan jullie niets gebeuren, nee. Voor dit moment tenminste. Nee, heel goed. Ja. Jullie zijn allemaal gevrijwaard. Daarom, dames en heren, zo hebben wij ons hier gevestigd. Ja, ja, ja. En dat is mooi, hè? Deze huiveringwekkende plek, daar mogen jullie allemaal komen. Het is de enige juiste plek om jezelf te beschermen. Ja. En zal ik je zeggen waarom? Kijk, voor u is geopend in Den Zwarte Kat. Laaf uw dorst. Stil uw trek. Ja, en trek uw beurs. Trek. Ja, trek je beurs. Want hier vind je het middeltje dat jou verweren kan tegen het onnoembare. Ja, die komt in. Blijf. Ja, mensen. Ha. Ja. Ja. Ja, de zwarte kat, hè, dan kunt u alles vinden. Ja, om u te helpen. Om alles te kun je me vinden. Ja, zo fijn dat Esmeralda weer terug was. Ah, ja. Ja. Ik heb gewoon lang slapen. S'nachts heb ik wakker. Gewoon bezorgd. Ja. Waar is ze? Waar is ons meisje? Ah, gelukkig is ze er, hè.
Ja, want we zijn dus een hele reis hebben wij gehad. We hebben eindeloos. Wij komen van ver, over de wegen van God naar her. Volg je hart, liefde en tranen, dat is ons zwervend bestaan. Geen tijd in je tas en zonder kompas, dat wil eens meer dan. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen, de charlatans. Maar ja, dat plunderen van ons kamp, dat was niet dat ik het doe, mevrouw. Wie doet zoiets? Wie plundert ons kamp? Ja, dat bezorgt ons alweer een ramp. Hier dan niet blijven, die steelt ons het hemd van het lijf. Een griezelig beest, een spook of een geest. Wat zegt Esmeralda? Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van heus in vele landen, de charlatans. Maar gelukkig voor jullie zijn wij hier om jullie te helpen. Wij zijn vervaagd. Door mijn kracht wordt ook u gespaard. Trek uw beurs, tel uw dukaten. Bescherm u met mijn goede raad. Je vindt altijd wat in de zwarte kat. Dat zegt Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De charlatans. Dank u wel, lieve gasten, dank u wel. Nou, jullie hebben het gehoord, wij zijn hier om jullie te helpen. In een zwarte kat vind je ook van alles verstopt. Ja. Voor hulp. Hele mooie dingen voor hulp. Tegen het onnoembare. Ga naar binnen, koop je helemaal gek. En bescherm jezelf. Ja, zeker. Ja, dat vooral. Toch? Ja, en het is misschien ook wel leuk dat, dat we vandaag ook met jullie op de foto gaan, zodat jullie precies weten waar je naar terug moet keren. Ja. Ja. Dus. Wie durft het aan? Jij niet, hè? Nee, hè? Nee. Oh, niet durf. Wacht, wie? Wie durft het aan? Niet allemaal tegelijk. Kom maar. Kom, wie? Kom op de foto, kom. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie?